Hallo beste kijkers, in dit filmpje gaan we nog eens wat dieper in op fotosynthese, op het verschil tussen de lichtreactie en de Calvin-cyclus en op de reactie zelf. De fotosynthese, als je die chemisch bekijkt, dan is het natuurlijk koolstofdioxide en water, die worden samengevoegd tot glucose en zuurstof en daar is dan die energie voor nodig uit het licht. In de praktijk is het ook nog eens een keer zo dat er eigenlijk eerst 12 water gebruikt wordt, waarbij er later weer 6 vrijkomen in een andere reactie. De netto-reactie is dus 6 CO2 en 6 H2O levert C6H12O6, oftewel glucose, en 6O2. En als je nou kijkt waar die verschillende moleculen blijven vanuit input naar output, dan zie je dat de C uiteraard in de glucose verdwijnt, want dat is alleen maar de input 6C. Naar C6, dat is duidelijk, dat kan niet anders. Maar dat water, dat wordt gesplitst in waterstof en zuurstof. En de O in het water wat eruit komt netto, komt dus uit CO2. Normaal gesproken zou je misschien denken, omdat het nou eenmaal logisch lijkt, dat CO2 wordt gesplitst in C en O2. Maar zo is het dus niet. Dat O2 die vrijkomt bij fotosynthese, komt uit gesplitst water. Er is sprake van redoxreacties, waarbij dus bepaalde stoffen worden gereduceerd. Uiteindelijk wordt er dus een reductie vindt er plaats van kooldioxide, waarbij waterstof en elektronen eraan worden toegevoegd. En dat heeft natuurlijk energie nodig. En omdat we het over fotosynthese hebben en niet over chemosynthese, is dat lichtenergie. En de hoeveelheid licht is vaak de beperkende factor voor fotosyntheseprocessen. Als je een plant in het donker zet, dan is dat zeker zo, want dan doet hij helemaal geen fotosynthese. Geef je er dan licht bij, begint hij wat fotosynthese te doen. Bij een gewone hoeveelheid licht kan het natuurlijk ook zijn dat bijvoorbeeld de aanwezigheid van water of de hoeveelheid kooldioxide, allebei belangrijke stoffen bij de input van fotosynthese, dat die de beperkende factor worden. Of zelfs de capaciteit van dat hele systeem. Je kan in een gewone fabriek nou eenmaal ook niet onbeperkt productie draaien. Dingen moeten op een gegeven moment op elkaar wachten en zo. Dat kan ook bij de fotosynthese zo zijn. Als alle enzymsystemen maximaal werken, dan kan er gewoon niet meer licht worden gebruikt om kooldioxide en water om te zetten in glucose en zuurstof. Nou, de totale fotosynthese dus bestaat uit twee belangrijke groepen reacties. Die worden samengevat als lichtreactie, de ene kant. Daar komt de term foto uit en dan de Calvin-cyclus, waarbij er daadwerkelijk de assimilatie plaatsvindt. En dat is dan het gedeelte synthese eigenlijk. Die lichtreactie die zet dus zonne-energie om in chemische energie. Dat gebeurt doordat chlorofiel en een paar aanverwante pigmenten samen licht absorberen. En dat elektron wat aangeslagen raakt in een hogere energietoestand, een energierijk elektron, wordt samen met waterstof naar een elektronenacceptor gevoerd. En dat betekent NADP. Een hele mond vol als je het helemaal uitspreekt. Nicotinamide, adenine, dinucleotide, fosfaat. Nou, dat wordt dan NADPH, omdat dat waterstof met dat energierijke elektron daaraan wordt toegevoegd. Tijdelijke opslag van niet zomaar elektronen, dus maar energierijke elektronen. Tegelijkertijd vindt er fosforilatie plaats. Onder invloed van lichtenergie wordt ADP en fosfaat omgezet in ATP. Tegelijkertijd ook hydrolyse, oftewel de splitsing van water letterlijk. En dat is dus in zuurstof en waterstof als bijproduct van die lichtreactie. Er is ook nog een ademhalingsketen die bij dissimulatie plaatsvindt. Ook daar heb je een elektronenacceptor nodig. Dat is dan NAD en niet NADP zoals bij die plant in zijn chloroplast. De Calvin-cyclus wordt ook wel donkere reactie genoemd. Dat is alleen maar omdat hij geen licht nodig heeft, niet omdat hij alleen maar in het donker zou plaatsvinden. Die Calvin-cyclus heeft de reactieproducten van de lichtreactie nodig. En dus niet dat hij alleen in het donker plaatsvindt. Hij heeft geen direct zonlicht nodig, dat is voor de lichtreactie zo. In de Calvin-cyclus wordt CO2 echt in de suikers opgeslagen die plant maakt. NADPH en ATP heeft die reactie nodig, want dat is natuurlijk een assimilatieproces, kost dus energie.
Die energierijke elektronen en die ATP uit de lichtreactie zijn hard nodig om die Calvin-cyclus te laten verlopen. En die worden daarbij dus ook weer omgezet van NADPH naar NADP en van ATP naar ADP en fosfaat. En kunnen dan weer aan de lichtreactie worden teruggegeven. Hier zie je ze gecombineerd, die lichtreacties, waarbij dus lichtenergie wordt opgevangen door die pigmenten. Daar gaan we straks nog wat verder naar kijken. Die vormen dus NADPH en ATP. Dat gaat de Calvin-cyclus in, waarbij de eigenlijke assimilatie plaatsvindt van die CO2. Dan gaat weer NADP en ADP plus fosfaat uit. En die lichtreacties kunnen dat weer combineren tot ATP. Er kunnen weer waterstof en NADP combineren tot NADPH. Bij die lichtreacties komt dan dus ook die zuurstof vrij. Dit is de verbinding. Je ziet die lichtreacties zijn getekend op de thylakoïde. Dus die zit daar zijn allerlei membraangebonden eiwitten voor nodig. En die Calvin-cyclus die vindt plaats in het stroma, de vloeistof om de thylakoïde heen in de chloroplast. Want dit hele ding is de chloroplast. Chlorofyl A en B hebben we. We hebben ook nog carotenoïden. Die dienen ook als bescherming tegen overbelichting en als antioxidant tegen zuurstofschade wat er soms kan optreden. Ook in ons lichaam is er geen onbeperkt zuurstoftransport door je bloed. Dat zou tot schade kunnen leiden. Daarvoor hebben we dan antioxidanten. En dat is dus wat er bij die chlorofyl en carotenoïden hun functies zijn. Ze hebben ook een eigen actiespectrum. En we hebben al eerder gezien dat al die verschillende pigmenten bij elkaar en de eventuele invloed van de proteïnen waar ze aan gekoppeld zijn, samen tot een absorptiespectrum leiden, waarbij vooral het groene licht het minst gebruikt wordt en dat dus de kleur is die overblijft vanuit het witte licht wat op een plant valt. Dat chlorofielmolecuul dat kan dus een foton absorberen. Dat zorgt ervoor dat een elektron in een hogere energietoestand komt. En dat wordt dan weer overgegeven aan andere systemen. En dat moet zo zijn dat die elektronen energie precies opnemen die ze in een hogere energietoestand brengen. Die energietoestanden zijn allemaal vaste stapjes die ze kunnen nemen. En daar moet dat foton aan voldoen, dat het precies de juiste energie opbrengt. Dat betekent dus dat het absorptiespectrum daardoor ook wordt bepaald. In het groene licht zitten dus niet veel fotonen die geschikt zijn om die elektronen in een aangeslagen toestand te brengen. Daarom dat dat dus wat meer overblijft. Hier zie je nog even wat er gebeurt. Een foton zorgt er dus voor dat een elektron in dat chlorofyl aan een hogere energie naar een hogere energietoestand gaat en dat kan dan weer vervolgens worden doorgegeven. In een fotosysteem heb je twee verschillende kenmerkende dingen. Een light harvesting complex, dus een plekje waar dat licht wordt gebruikt om elektronen op te vangen en die worden naar een reactiecentrum geleid. Het gaat allemaal heel ingenieus door verschillende moleculen die die energierijke elektronen aan elkaar overgeven. En vervolgens worden die dus in een reactiecentrum gezet. En dat actiespectrum is dus bepaald door de verschillende pigmentmoleculen die er in dat light harvesting complex aanwezig zijn. Je ziet hier ook dat het thylakoïdmembraan hier getekend is. Die fotosystemen zitten op de thylakoïdmembraan, dus op de groene muntjes zeg maar die in de chloroplast zitten. Sommige van die reactiecentra die zijn een beetje anders. We hebben een fotosysteem 1 en een fotosysteem 2. Chlorofielmoleculen die hier zitten doen ook iets anders eigenlijk dan de chlorofyl A-moleculen in het reactiecentrum. Net een klein beetje andere functie hebben ze, maar ze zijn wel vergelijkbaar. Ze zitten aan wat andere proteïnen vast en al die chlorofielmoleculen die hebben dus zo een eigen plek en taak eigenlijk. Dat fotosysteem kon je dus vergelijken en verdelen in een fotosysteem 1 en een fotosysteem 2. Die zijn een klein beetje gespecialiseerd. Elk een eigen reactiecentrum, elk eigen chlorofyl A erin.
ene heet zogenaamd P680 en de andere P700. Dat heeft ook iets te maken met de optimale golflengte die er wordt opgepakt. Het chlorofiel is op zich wel hetzelfde, maar het is dus geassocieerd met andere eiwitten. En dat betekent dat het dus net iets anders reageert op dat licht. Nog een keer, het thylakoïd, daar het membraan van, daar zit het hele spul op. Zowel fotosysteem 1 als fotosysteem 2 zitten op de thylakoïdmembraan. Er zijn twee belangrijke verschillende reacties mogelijk bij die fotosystemen. Als je alleen fotosysteem 1 gebruikt, dan kan je de zogenaamde cyclische elektronenflow hebben. Wat je hier ziet is dat je eerst begint in fotosysteem 2, lichtenergie toevoegt, elektronen laat aanslaan en dan via cytochroomcomplexen en een hele elektronentransportketen die energierijke elektronen naar fotosysteem 1 doorgeeft, waar dat P700 chlorofiel in zit. Die kunnen ook weer verder elektronen laten aanslaan. En uiteindelijk krijg je dan, als je de totale cyclus gebruikt, of de totale systeem gebruikt, beide fotosystemen, eerst 2 en dan 1, dan krijg je vorming van zowel NADPH als van ATP. Dus je gebruikt dan beide systemen. Je begint met fotosysteem 2, daar maak je zuurstof, daar maak je uiteindelijk ATP via die transportketen. Daar maak je ook NADPH, omdat je de energie doorgeeft aan fotosysteem 1. Dat is dus niet cyclisch, want de elektronen lopen zeg maar lineair door dat systeem heen. En de output is compleet, zeg maar, ATP en NADPH en zuurstof. Maar er bestaat dus ook een andere manier. Als er te weinig ATP is, er is gewoon energie nodig voor allerlei dingen om die op gang te laten blijven. Maar niet erg aan NADPH en zuurstof kan die plant in die chloroplast toch sowieso niks schelen. Dan hebben we ook de cyclische elektronenflow. Dan is het mogelijk dat fotosysteem 1 zeg maar in zijn eentje aan de gang gaat. Er worden elektronen aangeslagen, die gaan via FD-cytochroomcomplex wel ATP maken, maar blijven in deze cyclische stroom zitten en dus niet zo lineair als wanneer ook fotosysteem 2 eraan zou koppelen en ook NADPH zou maken. Hier zie je nog een keer de lichtreactie samengevat. Het is een ingewikkeld plaatje. Je hoeft het op zich niet uit je hoofd te kennen, maar je moet hem wel snappen. Want er gebeurt natuurlijk van alles hier. Er wordt bijvoorbeeld waterstof gepompt. Er wordt hier water gesplitst in O2 en ook weer waterstof gebruikt. Er valt licht op een fotosysteem 2, dan hebben we het dus over het niet-cyclische gedeelte. Dan gaan we naar plastoquinon enzovoort, plastocyanine. Gaan we naar fotosysteem 1, ook weer licht erbij, via FD en ADPH maken. En dan hebben we hier zo mooi het complete plaatje van de lichtreacties. Niet-cyclisch, kan dus ook eventueel wel cyclisch, dit stukje, alleen ATP maken. Er wordt een grote hoeveelheid protonen in dat binnenmembraan van de thylakoïd geproduceerd. Die kunnen daar weer uitlekken, maar dat lekken gaat niet zomaar. Dat gaat via ATP-synthase. Dat is een soort moleculair molentje waarbij prachtig ADP aan fosfaat wordt geplakt en de ATP vrijkomt. En dat wil de Calvin-cyclus natuurlijk wel hebben. Die wil ATP hebben en NADPH. En het is dus heel handig dat die aan de buitenkant van die thylakoïdmembraan door die systemen wordt geproduceerd, want dan zit het gelijk op de goede plek waar de Calvin-cyclus ze nodig heeft. Dus hier hebben we een klein stukje van zo'n thylakoïdmembraan die in dat vocht ligt en in dat vocht, dat stroma, daar liggen dan weer die enzymen die de Calvin-cyclus kunnen laten verlopen. Die Calvin-cyclus dan, daar is dus natuurlijk CO2 voor nodig, want het was het assimilatiedeel. CO2 is nodig voor de koolstofinput, maar natuurlijk ook die NADPH met die energierijke elektronen aan waterstof gekoppeld en ATP om sowieso die assimilatie van energie te kunnen voorzien. En de drie verschillende stappen, die dus ook allemaal in verschillende reacties zitten opgesloten, zijn dus de fixatie van koolstof, CO2 hier als input, carbon fixation zie je hier, aan een soort van intermediair molecuul en uiteindelijk wordt er dan 3 fosfoglyceraat van gemaakt. Hier zie je een stap die energie kost, hier zie je een stap die energie kost, daar is al die ATP voor nodig.
die dan dus wordt gesplitst in ADP en fosfaat. En dat kan dan weer mooi op die thylakoïdmembranen tot ATP worden samengevoegd in de lichtreacties. Dan hebben we dus die reductie, waarbij die koolstof ook nog eens een keer die energierijke elektronen erbij krijgt met waterstof vanuit de NADPH. Dat vormt dit gedeelte van die Calvin-cyclus. En omdat de cyclus natuurlijk door moet gaan, moeten we ook weer het zogenaamde ribulose bifosfaat omzetten in de intermediair enzovoorts, zodat het hele spul kan blijven verlopen. Want als dit niet cyclisch zou zijn, dan zou het eigenlijk wat inefficiënter zijn. Het lijkt zo ook al best inefficiënt, maar dat valt enorm mee. We zijn natuurlijk niet voor niks 10 jaar aan evolutie vooraf gegaan aan het uiteindelijk min of meer stabiel worden van dit proces. Je ziet hier Rubisco, dat is een enzym natuurlijk. Dat kan je zien aan de naamgeving ribulose bifosfaat carboxylase. En een carboxygroep is eigenlijk CO2. En dat wordt dus inderdaad aan ribulose bifosfaat onder invloed van dat enzym toegevoegd. Dan krijg je dat intermediaire molecuul wat gewoon weer gesplitst wordt. En dan gaan we dat weer reduceren. En dan gaan we weer regenereren om weer een nieuwe stap te kunnen doen. En uiteindelijk bij elke omwenteling van deze cyclus is er dus 1 koolstof toegevoegd, geassimileerd. En als je dat dus maar vaak genoeg doet, dan kan je dus glyceraldehyde 3-fosfaat ook uit die cyclus oogsten, zeg maar, en daar suikers van maken. Alles, koolhydraten enzovoort. Dus eigenlijk is ook niet glucose, hoewel we dat meestal zeggen, maar glyceraldehyde 3-fosfaat het directe eindproduct van de fotosynthese. Daar wordt dan glucose van gemaakt, maar vaak ook heel snel al zetmeel. In bladeren liggen vaak ook zetmeelkorrels. Daar wordt dat neergelegd. En wat ook wel interessant is om te realiseren, is dat dat ATP, wat in die chloroplast wordt gemaakt, niet zomaar die chloroplast ook weer uitgaat om andere delen van de cel van energie te voorzien. In andere delen van die plantencel liggen ook gewoon mitochondriën die door dissimilatie ATP maken voor de rest van de cel. ATP die in de lichtreactie wordt gemaakt is interessant voor de donkerreactie, de Calvin-cyclus, maar eigenlijk niet voor iets anders wat je zou willen ergens op een ribosoom of zo in de cel. Vindt alleen maar in die chloroplast plaats. Die chloroplast is een best wel afgescheiden deel van die cel, heeft zo zijn eigen functies. En die geeft dus wel zuurstof af, pikt wel water en neemt wel CO2 in, wat natuurlijk allemaal kan diffunderen, dus plantaardige cel in. En geeft dus zijn saccharide af. En daar moet die plant het verder mee doen, met zuurstof en met de koolhydraten die produceert. Die ATP blijft hier. Dus het is niet zo dat een plant met bladgroenkorrels buiten mitochondriën zou kunnen, omdat hij toch ATP maakt. Nee, de ATP is strikt voor de productie van de koolhydraten en is niet bestemd voor andere processen buiten de chloroplast. Er zijn er ook nog natuurlijk systemen die van belang zijn om de fotosynthese te optimaliseren. Ik noem C4 en CAM. Dat is iets met een Crassulaceae, oftewel een bepaalde plantenfamilie, die beter onder droge condities kunnen functioneren door een bepaalde splitsing ook aan te brengen tussen die licht- en die donkerreactie eigenlijk. Eigenlijk hebben ze een soort parkeerplaats bij de fotosynthesemechanismen voor CO2, waar ofwel in andere cellen ofwel in de tijd verandert, waardoor de huidmondjes dan vooral 's nachts kunnen openstaan en 's nachts overdag minder, omdat die CO2 dan 's nachts wordt opgenomen. Die wordt tijdelijk opgeslagen in bepaalde zuren, uiteraard zuren, want de CO2 eraan vast levert een soort zuur op. En die worden dan dus ofwel in de ruimte, in ander soort cellen, wordt die Calvin-cyclus dan uitgevoerd. Ofwel de opslag van CO2, het assimilatiedeel, het Calvin-cyclus, vindt 's nachts plaats. En overdag vindt dan de assimilatie plaats, de vorming van die koolhydraten. Er zijn dus verschillende mogelijkheden om de fotosynthese te optimaliseren. En dat heeft vaak te maken met het openstaan van huidmondjes. Als je de huidmondjes dichtzet, dan droogt de plant niet uit. Dat is prettig voor hem.
Maar de diffusie van koolstofdioxide vindt dan natuurlijk ook haast niet meer plaats. En dat is natuurlijk beperkend dan voor de fotosynthese. Vandaar dus die scheiding, CO2 s'nachts vastleggen of op een andere plek vastleggen waar je misschien minder water verliest. En de assimilatie daarvan dan overdag doen. De C4-plant nog eventjes, je ziet hier dus dat er vier koolstofverbindingen zijn die koolstofdioxide binden eigenlijk. Je hebt dan natuurlijk een 3-koolstofmolecuul, PEP hier genoemd, en CO2. Dat leidt tot een 4-koolstofatoom en dat kan uiteindelijk kooldioxide weer afgeven aan de cel in de buurt van de vaatbundel. Daar vindt dan de koolvincyclus plaats en de koolhydraten die daar weer uitkomen. Die kunnen dus al makkelijk naar de vaatbundels worden afgegeven om naar andere delen van de plant toe te gaan. Want die plant die maakt natuurlijk die koolhydraten niet alleen maar voor de bladeren zelf. De groene delen voeden de rest van de plant. Dus het kan zomaar zijn dat het via een bastvat 20 meter diep naar wortels moet worden vervoerd of nog veel verder. Want die wortels zijn volkomen afhankelijk van de energieproductie in de vorm van koolhydraten in die plant natuurlijk. Nou, tenslotte is het nog zo dat dus vanwege het feit dat die ATP die in een bladgroenkorrel wordt gemaakt alleen maar voor de bladgroenkorrel is, dat de plant voor de rest eigenlijk altijd ook wel aan dissimilatie moet doen. Hij moet gewoon in mitochondriën en in het cytoplasma moet hij gewoon via dissimilatieprocessen aan zijn energie komen. En als we dan hier eens gaan kijken, dan zien we CO2-opname afgezet tegen lichtsterkte. En je ziet dan dat in het donker zal die plant een negatieve CO2-opname hebben, oftewel hij geeft CO2 af. Als het helemaal donker is, dan heeft die plant gewoon voor zijn levensprocessen altijd zuurstof nodig, wordt in de mitochondriën verwerkt en geeft CO2 af. Ga je dan die plant laten verlichten, dan zal je, als je naar die plant kijkt, dus langzamerhand op een nulpunt komen, waarbij die vier koolstofdioxide nog steeds produceert, maar ook opneemt voor de fotosynthese. En dan zit je dus op een netto nulpunt. Maar die dissimilatie, die bleef altijd doorgaan in die plant, omdat die ATP van die bladgroenkorrel voor de bladgroenkorrel was. Dus die dissimilatie is hier 4 en de fotosynthese levert ook 4 op. Vandaar dat het hier op 0 zit. Ga je dan nog meer licht geven, dan ga je natuurlijk meer zuurstof produceren. Je gaat dus meer O2 nodig, of meer CO2 ga je opnemen. Netto krijg je dan hier een opname van CO2 en een afgifte van zuurstof. Maar op een gegeven moment dan is de lichtsterkte zodanig dat alle fotosystemen optimaal bezig zijn. En de hele Calvin-cyclus en zo. De elektronen komen zeg maar in de file te staan. Meer productie is niet mogelijk, hoeveel extra licht je er ook opschijnt. In principe zijn er natuurlijk op een gegeven moment hier zelfs nog een moment kunnen hebben waarbij die productie van CO2 of de opname van CO2 zelfs weer afneemt omdat de hele plant wegbrandt. Dus de hoeveelheid licht te gek wordt. Dan gaat het natuurlijk ook fout. Dan krijg je brandproblemen. Maar bij een normale plant kan je natuurlijk heel wat licht hebben. Maar de hoeveelheid fotosynthese die die plant kan doen is dus afhankelijk. Je ziet er bewust geen maat staan voor wanneer dat dan optreedt, die verzadiging van die fotosystemen. Maar dat maakt natuurlijk heel veel uit of je een aan lichtstandplaats aangepaste plant hebt. Die kan veel meer licht gebruiken voor fotosynthese dan een schaduwplant. Want waarom zou die schaduwplant met heel veel licht moeten kunnen werken? Dat heeft natuurlijk geen zin. Dan ga je energie steken in allemaal extra fotosystemen die toch niet aan de beurt komen. Omdat het nou eenmaal eigenlijk altijd donker is op zijn plek. Dus dit is een relatieve maat. Maar het gaat erom dat je begrijpt dat er altijd dissimilatie plaatsvindt in de plant, donker of licht, maakt niet uit. Altijd, die kan je dus meten in het donker, maar die gaat ook door in het licht. Alleen als die in het licht komt te staan, wordt dat eerst geneutraliseerd en daarna overgecompenseerd door de fotosynthese. En vindt er dus netto afgifte van zuurstof en opname van CO2 plaats. Die op een gegeven moment door de volledige bezetting van de enzymsystemen niet meer hoger kan worden. Dit is iets wat vaak lastig te begrijpen lijkt, maar op zich valt het mee. Onthoud dus altijd de dissimilatie met een maat die je in het donker kan meten. Tot een volgend filmpje maar.